Welkom bij Koken met Lenny en wel vanuit het park Spelderholt. En we hebben een prachtige locatie gevonden en met dank natuurlijk ook aan het park, het koetshuis. En wij mogen gebruik maken van de keuken en daar zijn we ontzettend blij mee. Ik begin mijn gerecht, het wordt een kipgerecht en wel de smoor ayam. En wat is nou een smoor ayam? Dat is een kipgerecht met ketchup. En dat kent u allemaal, ketchup, hè? Heel bekend bij velen onder ons, ketchup manies. En natuurlijk ook zoute ketchup hebben we ook. Maar dat heb ik vandaag niet bij me. Wat hebt u nodig voor de ayam ketchup? Sowieso uien. Die heb ik al voorgesneden, want vandaag is mijn assistent er niet. Dus dat moet ik het alleen doen. Uien, knoflook. Kruidnagel. En dit is folieblad. En wat is nou folieblad, kijkers? Dat is een bloem van de nootmuskaat. Dat gebruiken we ook voor de ayam ketchup. Natuurlijk maggieblokjes. En wel de bekende ketchup manies. Zwarte peper en nootmuskaat. En natuurlijk kip. Ik heb drumstickjes meegenomen, maar gewone kip kunt u natuurlijk ook gebruiken. En dit is heel makkelijk om klaar te maken. En de bedoeling is om bij dit kookprogramma binnen nog niet eens een half uur bent u klaar met twee gerechten. Dat ga ik vandaag ook doen. Een kipgerecht, de smoor ayam en een groentegerecht. Ik ga beginnen. Ik heb de wajan, ofwel de wok, meegenomen. Ook heel makkelijk om kip in te bereiden. Ik doe wat olie in de pan. Zet de vuur op hoog. We beginnen met de uien. Zo. Ik heb één ui gebruikt, hangt er vanaf wat u zelf lekker vindt. Gewoon lekker glazig laten worden. En u blijft natuurlijk roeren, want anders bakt het aan, hè? En dat is niet de bedoeling. Jammer dat het geen geurtelevisie is, want dan ruikt u dat natuurlijk. Maar dit is heerlijk gebakken uien. Ik stop nu de knoflook bij. We werken stap voor stap. Dus eerst de uien, daarna de knoflook. Goed roerbakken. Zo, en dan doe ik wat kruidnagel in. U hebt 3-4 nodig. En de folieblad. Twee maggieblokjes. Ik gebruik eigenlijk nooit zout, altijd maggieblokjes. Nootmuskaat. Weer even roerbakken. Waarom nou drumsticks? Het is binnen 10-20 minuten klaar. Natuurlijk de ketchup. En dan ga ik het vuur een beetje laag zetten, zo. En nou de drumsticks. Goed door elkaar mengen.
En als laatste wat zwarte peper. Maakt het een beetje pittig. Persoonlijk doe ik ook wel eens een rode lombok in. Om het nog pittiger te maken, dat kan natuurlijk ook. Hoort er niet in, maar bij mij wel. Zo, en dat is de ayam ketchup. En dan doen we deksel erop. En ongeveer, 20 minuten laten sudderen. Voilà. Bij de smoor ayam, dat is ons kipgerecht, hoort natuurlijk een groentengerecht. En ik heb een heerlijk groentengerecht meegenomen van snijbonen. En het gerecht heet tja. Nou, dat is gewoon een groentengerecht. Het moet een naam hebben. Dus tja heet het, hè. Wat hebt u daarvoor nodig? Knoflook. Wat maggieblokjes. Kipfilet, maar dan heel fijn gesneden. Paprika. Mooi rood, hè? Ziet het eruit. Gewoon lekker rode paprika. Ajinomoto. Het is een smaakverfijner. Is dit, je kan het vergelijken met fichin. Sesamolie. Gewoon naar de toko en zo'n fles in huis halen. En zwarte peper. En ik heb namelijk snijbonen gebruikt. Dus geen spersiebonen, maar prachtige snijbonen heb ik al natuurlijk vooraf heel fijn gesneden. Kijk dan. En ik ga beginnen. Sowieso weer wat olie in de pan. De vuur weer iets harder, iets op vol. En dan, we beginnen met de knoflook. Zorg wel dat de knoflook niet aanbrandt. Ik vind het altijd zo lekker, hè, de geur van de knoflook. Hè, cameraman, lekker toch? Ja, ik heb twee prachtige cameramannen bij me. Helaas kunt u hun niet zien. Gelukkig maar. Maar ze gaan straks wel mee eten. Ja. Nou, even het vuurtje. Gewoon even lekker omdraaien. En dan kipfilet. We gaan het weer roerbakken. Ik wil het toch iets hoger hebben met vuur. Waarom kipfilet? U kunt ook speklapjes gebruiken. Of hamlapjes, heel fijn gesneden. Maar voor mensen die geen vet eten, is dit natuurlijk een goed plaatsvervanger van ham, speklappen. Even goed laten garen. Het is ook binnen 2-3 minuten gaar. Kijk, het begint al te garen. Hierbij wat maggieblokjes. Gewoon even met de vingers pletten. De rode paprika. Waarom rode paprika? Nou, de snijbonen zijn natuurlijk al groen. En het rode kleur haalt het natuurlijk op, hè? Ook lekker door elkaar hutselen. En nou de snijbonen die prachtig in dunne reepjes zijn gesneden. Kijk. Zo. En dit noemt men natuurlijk wokken, hè, op zo'n manier. En de kleurtjes die doen het.
dat witte van de kipfilet, groen van de snijbonen en rood van de paprika. Ik heb straks heel veel eters trouwens, dus ik zal nog wat snijbonen erin doen. Ach, ik gebruik alles. Zo. Kijk, een hele wokpan vol met prachtige gekleurde, tja, groenten. Groenteschotel. En dan doe ik wat zwarte peper om het een beetje pittig te maken. En die heerlijke, hè? Sesamolie. Zo. U moet wel aan denken dat het niet al te gaar moet zijn. Ook lekker beetgaar, de groenten. Goed door elkaar wokken. Dan ziet u die prachtige rood-wit-groene kleur. Dit is het. Een heerlijk groentegerecht bij de kipgerecht die ik net heb laten zien. Samen natuurlijk met warme rijst eten. Eet smakelijk. Every day and every time I'm thinking of you, my Luku. And every night I dream about you. Even though you've been so far away, of my eye, my Luku, but my heart, so my heart, still close to you. Even though you've been so far away, of my eye, my Luku, but my heart, so my heart, still close to you. Oh, my Luku,
yes I do. Oh, my Lupu, you've been always on my mind. Yes, I know. Yes, I know. I can disown my mother's land. Oh, my Lupu, I love you so much. Yes, I know. I know, I can disown my mother's land. Oh, my Lupu, I love you so much. Mag ik jullie hartstikke welkom heten in mijn programma Koken met Lenny. Ik zou zeggen, eet smakelijk. In het Indonesisch zegt men selamat makan. Kun je dat herhalen? Selamat makan. Selamat makan allemaal. We gaan beginnen met de rijst. Hè? Zoals gewoonlijk gaan we eerst de rijst opscheppen. Dat zal ik even voor jullie voordoen. Alsjeblieft. Je hebt daar een mooie lepel bij, vind ik. Ja, prachtig, hè? Ja, heel echt zo'n houten lepel is dit. Zo, ik ga het netjes doen, toch? Jullie zitten hier op school, hè? Is het een school? Nee. Nee, vertel even. Een opleidingsschool, toch? Wat leuk. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier aan tafel zitten, toch? Nou, ik heb een grote schaal met kroephoek, dat zien jullie, dat mag je ook alvast pakken. Mooie kleurtjes. Mooie kleurtjes, hè? Ja. Ja. Wie heeft er wel een groene kroephoek gekregen? Nee. Nee, hè? Nou, dat doen we dat vandaag. Groene kroephoek. En wat voor kleuren hebben we nog meer? Nou, dat weet ik niet. Ik ben kleurenblind. Ja, ik kleurenblind. Nou, dit is een kipgerecht, wat we klaargemaakt hadden, hè? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Kambali, goed zo. Terima kasih betekent. Terima kasih. Dankjewel. Dankjewel. Terima kasih. Ook een stukje kip. Ja. Ook een stukje kip. Welk kleurtje neem jij? Het was een kroephoek, weet je dat of niet? Ja. Ik pak je hem zelf of moet ik je voor je pakken? Ja, pak hem maar zelf. En een lekker groentegerecht, snijboontjes met paprika en kipfilet. Nou zeg, hè? Jongen. Ja? Nou, als het ook maar lekker smaakt, jongens. Ja. Het ruikt lekker. Wat denk je, Mirke? Kun jij dit ook allemaal klaarmaken straks in de keuken? Natuurlijk. Denk je het wel? Ze heeft ze even afgekeken, hè? Ja. En dan gaan we een keer bij haar eten. Ja, doen we dat? Bij jou eten? Oh, sorry. Nou. Alsjeblieft. Ja, dan maak je dit een keer klaar voor de zorggasten. Voor de zorggasten, ja. Dat is het thema. Ja. Komen hier ook zorggasten? Ja. Oh, wat leuk. En wat houdt dat in? Mensen die herstellen van operatie. Ja? Mensen die? Herstellen van operatie. Die komen hier herstellen. Ja. Wat leuk. En dan kunnen jullie natuurlijk ook lekkere dingen klaarmaken voor hun. Toch? Onder andere dit gerecht misschien. Zou dus vast lekker vinden. Ja. Nou. Ja. Jongens, ik zou zeggen,
Sla met makken, ja? Eet smakelijk. Kom jullie even naar jullie kijken. Hoe gaat het hier? Ja? En, smaakt het? Je moet het goed combineren. Hè? En niet alleen de rijst eten, maar combineren met kip en met groenten. Ja. Toch? Ja.